Ondertussen heb ik dus ook al wat meer kilometers gemaakt met Zero, met de elektrische motorfiets. Dus heb ik een beter beeld van wat dan nu eigenlijk de rijntjes dat ik ermee kan halen. En kijk, ga dit laten zien. Als ik het contact opzet. Oei, het licht zit precies wel heel slecht voor het dashboard. Ik heb al gemerkt dat die krast heel fel. Hier zitten allemaal krassen van die airbagjas die hier zit, of die koppeling. Hier zitten ook allemaal krassen van, ik denk van dit, dat erover gaat. Op zich lijkt daar niet wakker van. Ook iets vreemd. Kijk, als je hier kijkt, dat zijn zwarte moertjes die... Zwarte buiten die de spiegel vastzetten. Maar als je dat aan de andere kant bekijkt, zijn dat plots zilveren buiten die de spiegel vastzetten. Dat zijn zo wat rare toestanden. Maar zo zie je de dashboard... Gedeeltelijk. Ik heb me ondertussen ingesteld dat ik hier mijn verbruik zie, mijn instant verbruik. Want het verbruik, het gemiddelde verbruik, dat wijzigt eigenlijk alleen maar als je triptellers aanpast. Ik heb dus 1000 kilometer in totaal ondertussen. Oh my, dat is heel slecht, zeg maar. 1023 kilometer in totaal. En wat de reins betreft, nu staat hem in eco-mode. Ik heb een experiment gedaan, ik ben in eco-mode naar... Ik zal de cijfers op de tablet laten zien. Misschien nog snel de cruise control, dat is hier. Lang duwen is hem activeren, nog een keer duwen is hem aanzetten op een bepaalde snelheid. Nog een keer duwen, terug lossen. En weer lang duwen is hem uitzetten. Maar als je de snelheid wil wijzigen, moet je altijd hem eerst de snelheid weghalen en dan terug activeren. En dan de handvatverwarming is terwijl dat je de motor opstart, als je dan die knop gebruikt, dan gaat hij niet in de menu gaan. Maar gaat hij ofwel de tractiecontrole laten aanpassen, ofwel de handvatverwarming laten aanpassen. Dus dat zijn de twee dingen dat ik de vorige keer nog niet goed wist. Als ik vergelijk met BMW bijvoorbeeld. Dus waar je hier gewoon één knop hebt voor de cruise control, heb je bij BMW die knop. En dan kun je dus als dat zo staat, is hem niet actief. Als je dat openzet, is hem wel actief. Dus je kunt hem uitschakelen door hem uit te zetten. En dan met dit kun je de snelheid verhogen of verlagen. Terug oppakken. Dus dat is meer gelijk dat je in een auto ook vindt, dat je de snelheid ook kunt aanpassen. Plus dat je ook we kunnen hem op 5 manieren uitschakelen, de cruise control. Dus door hem zo uit te zetten. Door je ontkoppeling te gebruiken, door je kickshifter te gebruiken, door je rem te gebruiken. Dat is een super gemakkelijke. Die gebruik ik nog het meest. Als je je gas zo tegendraait, dan activeer je ook een sensor die de cruise control uitzet. En dat zit ook niet op deze. Maar ik ga even mij in de zetel zetten met de cijfers. En dan overlopen we de cijfers. Een schilderij? Weet je wat ik nu ga maken? Wat maak je? Ik maak een huisje. Mooi hoor. Het huisje. Heel mooi. En dit is een ballonfeest. Eigenlijk als je de Zero app zelf bekijkt, ja die remote connect, dat gebruik ik bijna niet. Maar je kunt hier, met dit hier, kun je één rit registreren, zo is het. Maar je ziet hier, dat werkt niet altijd goed, hier ook bijvoorbeeld. Je moet dan eigenlijk de hele tijd dat je aan het rijden bent, je connectie met je motorfiets hebben. Plus dat in veel gevallen gebeurt dat bijvoorbeeld hier op 5 september heb ik hem geregistreerd, heeft hem 58 minuten aan het registreren geweest, maar hij heeft 0 kilometer vastgelegd. Dus
kan dat zelf niet openen precies. En dan zie je de snelheid. En het belangrijkste is eigenlijk hoeveel dat hem verbruikt heeft, of dat hier zelf, hier sok gebruikt. Dat cijfer is het belangrijkste. Nu, wat ik dus doe, ik vertrouw niet op die feature. En in plaats daarvan kijk ik gewoon als ik toekom hoeveel procent accu dat ik verbruikt heb voor de rit. Over welke afstand. Die afstand kun je eventueel nog gaan bekijken op Google Maps ook. Of op de kilometerteller. En dan kun je hier eigenlijk... Dus van zodra dat je... Dat zijn een paar scenario's waarvoor dat ik het uitgerekend heb. Oh, heel slecht zichtbaar. Ik zal het in de beschrijving plaatsen. Maar eigenlijk van zodra dat je de... Of wacht, kan ik de belichting aanpassen? Ja, oké, zo ziet het wel. Dus ik heb twee, ik had al uitgelegd dat ik twee type ritten heb. Twee keer 50 kilometer, dat is in werkelijkheid is dat blijkbaar 56 kilometer. En twee keer 100 kilometer, dat is in werkelijkheid 107 kilometer. Nu, die 50 kilometer is over 90 kilometer per uur baan. En dan zie ik dat ik voor die 56 kilometer 35% van de accu verbruikt heb. Dus dan kun je rekenen, 12,6 is de... nominale accu-capaciteit. Dus dat is geen van de 14,4 kWh accu dat je echt kunt gebruiken. Als je daar 35% van neemt, komt op 4,41 kW uit dat ik verbruikt heb voor die 56 kilometer. Dus op 100 kilometer is dat dan, deze berekening hier, kom ik op 7,875 kWh per 100 kilometer. Dus dat betekent dat ik een range had met die 12,6 van 160 kilometer. Dus op een 90 kilometer per uur baan kan ik 160 kilometer rijden sportief. Dus ik krijg vlot 90. Hè. Als ik daarentegen in eco-mode over die 90 baan ga en veel beter op de snelheid let, die 186 is dat dan al. En dan over de snelweg, dat is eigenlijk het minst interessant met de motor, want als ik daar vlot doorrij over die 107 kilometer, kwam ik al aan een verbruik van niet meer 7, zoveel kilowattuur per 100, maar 10. Dat is het meeste verbruik dat ik al geregistreerd heb, 10,72 kilowattuur per 100 kilometer. En als je dan telt dat je accu maar 12,6 is en 10,7, dan kom je aan een range van 117,45 kilometer. Dus dat is echt in het slechtste scenario. Heel vlot 120 aan te rijden over de snelweg, dan kun je minder dan 100 kilometer bereiken. Opnieuw, als je in de eco-mode gaat, dan kun je... de default setting van die eco-mode is wel dat je maar 120 per uur kunt. Dus dan zit je met een maximum, je kunt dat aanpassen in de app. Je kunt eigenlijk per... de rijmodi beheren. Als je hier eco bijvoorbeeld, dan staat er nog op. Dan kun je hier die 75 mijl per uur, ja, dat is een foutje in de app, dat zou eigenlijk kilometers moeten zijn, kun je aanpassen meer of minder. Maar ziet in eco-mode gaat hem die maximum regen gebruiken, gaat hem 0% van het vermogen gebruiken. Nu, dat is 0% van het instelbaar vermogen, niet van het totaalvermogen. En maar 16% koppel. Die dingen voelen op zich nog vlot aan. Dus het feit dat de man 120 stopt is een beetje ongemakkelijk. Maar dat bent ook wel, niet dat ik daar dagelijks mee ga rijden hoor. Maar dus met die instellingen kom ik aan een bereik over diezelfde snelheid, dus aan maximum 120 per uur gereden, verbruik ik nog 9,3 kWh, dus het kan een range van 135. Maar dus eigenlijk het interessantste is, 90 km per uur baan en dergelijke meer in eco-mode, dan kun je zelf gemakkelijk over de 200 gaan, denk ik ze. Maar dat is ongeveer de range die ik kan halen met die motor. Daar komt het op neer. Dat is een realistisch verbruik.